Cambuur TV wordt mede mogelijk gemaakt door De Haan Westerhof, uw partner in zonwering. Kellyan van der Kaap, het wordt vanavond 1-1 bij Jong FC Utrecht. Misschien niet het resultaat waarop je gehoopt had, maar ik denk wel een prima debuut om op terug te kijken, of niet? Ja, inderdaad, persoonlijk was het niks op aan te merken, denk ik. Nou, natuurlijk kan het beter, maar ik vond het voor mezelf geen slechte pot. Maar toch, je wil je basisdebuut toch wel bekronen met een overwinning. Dat is helaas niet gelukt vandaag, maar we hebben ook niet verloren. Dus je moet ook niet te negatief inzien, denk ik. Waar lag het aan dat het vandaag wat stroef liep, denk je? Ja, het tempo was vrij laag, eigenlijk de hele wedstrijd. En dat was niet de eerste keer, hoor. Trouwens, dat hebben we wel vaker last van. Ik weet niet wat het is, maar dat moet beter in de toekomst. Alleen, ik krijg gewoon zo'n knullige goal tegen, dat niet kan. En we missen hier en daar wat kansen, nou ja, dat is... Dan wordt het 1-1. Ja, want je zegt het al, we missen hier en daar een paar kansen. Maar aan het einde kun je hem ook nog gewoon winnen, ondanks dat het een slechte wedstrijd is. Ja, klopt. Maar dat is niet gebeurd. Dus ja, jammer. En hoe zat het bij jou persoonlijk met de spanning? Je moet dan natuurlijk je debuut maken. Hoe is het dan voor jou om hier te mogen spelen in Cambuur 1? Ja, nou, het is gewoon iets waar je, weet je, elke week hard voor werkt. Al klinkt het cliché, het is gewoon de realiteit. Ik stond er en dan moest ik ook niet. Ik moet gewoon niet te zenuwachtig zijn. Ik moet gewoon genieten ervan. En dat heb ik ook goed gedaan, denk ik. Dus, ja. Want je hebt je ook niet ingehouden. Je durft ook door te stappen. Je durft ook met crossballen te spelen. Waar komt dat vandaan, dat lef? Ja, ik ben gewoon overtuigd van mijn eigen kwaliteiten. Laat dat duidelijk zijn. En ik krijg vertrouwen van de trainers. En het is ook iets wat de trainers van mij verwachten. Wat ik laat zien op het veld. Dus ik doe het met plezier. Hebben ze nou nog iets tegen je gezegd, nou zo vlak na de wedstrijd? Ja, hand gegeven, goed gespeeld. En,